Goedenavond allemaal. Nou, fijn dat jullie er allemaal weer willen zijn hier. Weet je waar ik vanavond over ga hebben? Keuzes maken. Wie maakt de beste keuze voor je leven? In je leven? Dat is God zelf. God maakt de beste keuzes. Ja, is zo. Straks gaan we weer stemmen, hè? Hebben jullie ook een brief gekregen? Nou, dan moet je ook kiezen, hè, voor wie je kiest. Voor CDA of een andere partij, christelijke partij nog meer. Ja. Weet je, God heeft ons gevormd in de moederschoot. Dus dan weet je al, hij heeft ons gewild. Hij heeft voor ons gekozen. Je bent welkom. Anders was je niet geboren. Ja, je bent van harte welkom bij God. Dus het is niet zomaar dat je geboren bent. Nee hoor. Dus God heeft jou niet zomaar op aarde geplaatst. Alleen zijn sommige levens niet zo'n roosgeur en maneschijn. Nee. Dan zeggen ze van bijvoorbeeld, nou, waar leef ik nog langer voor? Ik heb zoveel ellende in mijn leven. Ja, dat is waar. Dat is te begrijpen, maar dat is niet van God. Weet je, er zijn ouders die hebben dan, dat heb ik wel eens gehoord, hè. Dan hebben ze 3 kinderen en dan komt de 4e. Nou, de 4e die is niet welkom. Maar dan zeggen ze, dat komt niet uit. We hadden maar 3 gewild en dan komt de 4e. Kijk, dan ben je al niet gewild. Dan ben je al nou ja, verworpen eigenlijk. Ja, en ik heb ook wel eens gehoord dat ze dan hun hele leven daarmee zitten. Dat zijn zij de zwarte schaam. Dus door verwerping zijn sommige mensen beschadigd. En dan denken de ouders, ja, ons budget dat gaat eraan met 4 kinderen. Maar een leven is toch meer waard dan geld, of niet? Ja, een leven is meer waard dan geld. Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Johannes 10, vers 10. Dus Jezus wil je overvloed geven in je leven. Vaak denken wij, als ik bid, nou dan, waar is die overvloed dan, hè? Maar als je ervoor bidt, dan gaat de Heer je bevestigen. En laat die zien dat hij jou een overvloedig leven wil geven. Jesaja 43, vers 4, daar staat, omdat gij kostbaar zijt. Je bent kostbaar in Gods ogen, hè? Ja, sommige mensen die vinden hun huis kostbaar. Ja, natuurlijk. Je wil niet dat er brand komt of dat er wat gebeurt. Maar mensen zonder de Heer, ja, dat is hun leven, dat is alles. Dat is hun huis, hun kostbaarheden, hun geld. Dat is kostbaar in hun ogen. Maar God vindt ons kostbaar in zijn ogen en hoogschat. Nou, ook dat nog, hoogschat. Dat is toch heel wat, hè? Hoogschat. Dus dan zie je hoe God over ons denkt. Hoogschat. Ja, we zijn schepselen van Hem. Dus dat je voor God kiest, dat geldt voor heel je leven. Iedere dag weer. Iedere dag mogen wij keuzes maken om in Hem te blijven. En als je God lief hebt, dan moet je ook aan je daden laten zien. Dat zegt de Bijbel ook, hè. Stel, je bent getrouwd. En die vrouw die zegt de hele dag, oh schat, ik hou toch zoveel van jou. Ik vind jou toch zo lief. En dat kan, hè. Maar dan komt hij thuis van zijn werk en er is niks klaar. Eten is niet gekookt. Ja, een jamboel. Alles is nog niet gedaan in huis.
Hij komt in de troep en hij moet ook nog zijn eigen wasje doen. En dan zegt de vrouw, ja, schat, ik hou wel van jou, maar dat mag je wel voor me doen. Daar heeft ze dan geen zin in. Kijk, dan zegt die man, nou, je zegt de hele tijd, ik hou van jou, maar ik zie het niet aan je daden. Dus aan je daden moet je ook kunnen zien dat je van iemand houdt. Dat heeft Jezus ook gedaan. Jezus, die zei niet alleen van, ik heb je lief, maar hij heeft aan zijn daad laten zien, die keuze heeft hij gemaakt, om door naar het kruis te gaan voor ons. Amen. Dat heeft Jezus gedaan. En weet je, er is ook gezegd, liefde gaat ook door de maag. Ja, liefde gaat ook door de maag. Als iemand thuis komt, wil hij toch lekker een potje eten. Kijk, als je samenwerkt, dan wordt het anders. Ja, dan doe je samen alles, hè, in de huishouding. Aan de vrucht kun je zien wat voor soort boom het is. Dus wat voor soort bomen zijn wij. Dus zij zien aan jou, de vruchten, wat voor soort boom wij zijn. Ja, er zijn verschillende bomen in de wereld, hè. De ene boom draagt vrucht, heel veel vrucht, die zo smaakvol zijn. En een andere boom zijn de vruchten klein en niet smaakvol. Nou, dan zegt de landman, ik hak je om, ik doe je weg. En de vruchten die smaakvol zijn en die zo vol kleur is, hè, en prachtig en zo om te eten, dan gaat de landman nog meer snoeien, opdat er nog meer vrucht komt. Want Matteüs 3 vers 8, dat zegt, breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. Dus dat betekent dat je aan je daden moet laten zien dat je bent bekeerd. Dat is ook een keus maken. Ja, we moeten eigenlijk elke dag kiezen, hè. Ook onbewust of bewust. Johannes 15 vers 2, dat zegt, elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neem hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij nog meer vrucht dragen. Dus het is belangrijk dat mensen zien aan ons wat voor soort bomen wij zijn. Zijn wij een boom met frisse groene bladeren en smaakvol rijpe vruchten? Of zijn wij een boom dor en droog, waaruit geen goede vrucht groeit? Je hebt verschillende categorieën christenen, hè, en mensen. Hè? Die heb je. De ene is voor 100% overgegeven aan de Heer. En de andere is overgegeven, nou, tot zover en niet verder. En de andere, ja, die kan geen keuzes maken. En dat gaat van ja en nee en ja en nee. Ja, nee. Oh ja, Heer, ik doe het wel. Oh nee, volgende dag is het weer nee. Die heb je ook, ja. Misschien hebben ze ergens moeite mee, maar weet je, als wij naar Job kijken, hè? Nou, Job, die kon kiezen. Ondanks zijn pijn en zijn verdriet en zijn verwerping, bleef hij God trouw. Hij koos, hij bleef kiezen voor God, hij koos God. Ondanks wat ze gezegd hebben tegen hem, koos hij God. Hij bleef kiezen, hij hield dat vol. Dus Job had het goede deel gekozen. Maar sommige keuzes zijn niet altijd makkelijk in het leven, dat weet ik. Er kan ook strijd voort uitkomen. In het Koninkrijk van God moet je vaak keuzes maken, hè? En dat kun je wel eens moeilijk krijgen. En als je het verhaal leest over de 5 wijze maagden, en 5 dwaasmaagden, dan lees je dat de 5 wijsmaagden het goede deel hebben gekozen. En de 5 dwazen niet het goede deel hebben gekozen.
En toen de heer des huizes kwam, toen gingen de vijf wijze maagden, die gingen met hem mee. En de vijf dwazen bleven achter. Nou, en nog ga ik eens even over ezels hebben. Ezels zijn hele leuke dieren, vind ik hoor. Ik vind ze heel grappig. En ze zijn toch anders dan een paard, hè? Want ezels hebben langere oren. Kijk, eentje die doet al een ezel na. Maar die hebben langere spitse oren. En die zijn toch een beetje anders dan een paard. Die kunnen, ja, ezels die kunnen heel koppig zijn. Heel erg zelfs. Soms zijn ze meegaan en soms zijn ze koppig. Ja, dat is ook bij het volk van God zo, hè? Ja. Ik zeg niet dat jullie als ezels zijn, hoor. Dat wil ik helemaal niet zeggen, hoor. Nee. Het zijn geen ezels. Maar die koppigheid, dat kan ook onder het volk van God zijn. En dan in Bolivia, of in een van die landen, daar gebruiken ze nog ezels als vracht, hè? En dan doen ze een vracht daaroverheen en dan moeten ze naar een bepaalde bestemming om dat weg te brengen. Nou, dan neemt hij een zweep en die ezel die wil maar niet, die blijft maar staan. En dan hinnert die en dan slaat hij en dan gaat hij een poosje vooruit en dan blijft hij weer staan. En dan heeft hij geen zin in. Kijk, dat is nou een ezel. Dat kun je hebben. In de tijd van Jezus gebruikte hij ook ezels, hè? Toen waren er nog geen auto's. En in die arme landen hebben ze ook nog ezels. Als ze nog geen vervoer hebben, doen ze dat met een ezel. Nou, ik ben blij als ik niet als een ezel lijk. Dat ik koppig ben. Dat zou niet zo mooi zijn. Nou, ezels die willen niet altijd vooruit. Nee, en het volk van God ook niet. Die willen ook niet altijd vooruit. Terwijl ze vooruit moeten. Net als die ezel. En dan geeft God een duw in de rug. En dan, nou, ga nou maar. Nee, dan blijven ze. Weet je wel? Hinneken. Net als een ezel. Of ija, hè, zegt een ezel. Die zeggen ija, hè. Dus keuzes maken bepaalt jouw bestemming en je toekomst. Ja, zwaar. Weet je, als je verkeerde keuzes maakt, sommige mensen doen dat, dan zitten ze hun hele leven soms mee. Dan hebben ze één keer een verkeerde keuze gemaakt en dan zeggen ze, oh, hoe moet ik hier nou vanaf komen? Het ligt er natuurlijk aan wat het is, hè? En soms moet je keuzes maken in het Koninkrijk van God. Dat je ook je vrienden kwijtraakt, goede vrienden, omdat jij een goede keuze maakt. Of je familie. Dat kan. Dan ben je net als Job. Je blijft volharden om door te gaan. Weet je, Jezus die koos het goede deel en hij kreeg veel vijanden. Ja, omdat hij ook het goede deel heeft gekozen om de wil van de Vader te doen. Maar, ondanks alles, ik krijg alles weer terug, dubbel in de was, als je volhoudt. Want Job, die kreeg ook alles terug, zelfs het dubbele. Dus laten wij volharden met alles wat we doen voor de Heer. Iedere dag weer. Kijk, als je naar de winkel gaat, nou, dan zie je mooie kleren. En in de winkel, dat is zo gek, dat hoor je vaak, hè. Dan zien ze leuke dingen en schoenen en kleren. En dan denk ik zo, oh, dat vind ik leuk. En dan doen ze het aan en dan vinden ze het hartstikke mooi, staat je goed, je schoenen. En kom je thuis en denk je, wat heb ik nou hier gekocht? Het is heel anders. Dat heb ik wel eens gehad, hoor. Dan denk ik, hoe kan het nou? In de winkel vond ik het leuk. En hier? Oh, vreselijk. Ik heb er wel spijt van, hoor, dat ik gekocht heb. Ja, dat is ook keuzes maken, hè, als je gaat winkelen.
Nou, en als je niet zo, laat ik zeggen, zo dik in je portemonnee zit, ja, dan ga je natuurlijk naar een supermarkt waar het goedkoper is. En dan ga je niet naar een dure winkel. En hetzelfde, zeg maar een bosje wortelen, die kost misschien in die andere winkel 3 euro per bos en bij de andere maar 1,50. Kijk, dat is een verschil, hè? Dus laten we wakker blijven. Totdat Jezus terugkomt. Na dit leven heb je hierna eeuwig leven. En straks, als je daar komt, merk je wat voor keuze je gemaakt hebt op aarde. Zwaar. Want wij denken nou, als we daar zijn, oh, halleluja, we hebben lekker feest. Hè, we hebben het bruiloft van het lam. Maar het gaat er ook om hoe je keuzes hebt gemaakt op aarde. Daarom ben je ook niet voor niks hier op aarde gezet. Dus om hem te dienen en om ja, de Heer te brengen in je leven. Niet alleen de bekering, dat je gekozen hebt om je te bekeren, maar nog veel meer naast de bekering. Nog veel meer dingen. Dus laten wij goede keuzes maken elke dag weer. Daarmee wil ik eindigen. Goedenavond. Amen.